Team Retail, welkom bij een nieuwe weekly, jouw wekelijkse kijk op de meest innovatieve, inspirerende berichten uit mijn feed. Met deze week een uniek eyewear concept, Bidul, die diggen naar oude stocks om te verkopen in hun winkel. Met ook Carrefour, die een nieuwe wereld bouwt in Fortnite of all places, een game-universum. En tot slot kijken we hoe Bumble, een app die bestaat om, ja, om mensen nieuwe relaties te laten bouwen, een eigen fysieke locatie opent om ontmoetingen te faciliteren. Ik zat deze week in een call met Steven Bolleen. We hadden het over circulaire, innovatieve, sustainable concepten. En hij toonde me een pareltje. Bidul, wat een ontdekking. Een concept in een markt die moeilijk is. Eyewear. Hè. Heel veel disruptors, heel veel slimme retailers die op heel goedkope manieren direct van de fabriek goedkoop brillen leveren. De klassieke opticiens die zichzelf moeten heruitvinden. En daartussen iemand die zijn eigen ding doet, zijn eigen koers vaart. Bidul gaat op zoek naar oude collecties. Diggen noemen ze dat. En op hun socials, ja, brengen ze die verhalen, die vondsten die ze doen, kunnen collecties van vorig jaar, maar ook van 10, 20 jaar geleden, dat brengen ze samen in hun unieke winkel op Ravenstein in Brussel, waar ze eigenlijk in een kunstgalerij een hele mooie, elegante, toffe winkel hebben, waar ze die monturen in hun lab herstellen, opfrissen, mooi maken, lenzen inzetten en eigenlijk tot weer een gloednieuwe, unieke bril hebben die gewoon niemand anders kan hebben. Ik vind dat een heel, 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 heel sterk concept. Het is bijzonder moeilijk kopieerbaar. Je hebt dat netwerk nodig in Europa om aan jouw collectie te geraken. Het is moeilijk schaalbaar, maar het is zo uniek. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die daarachter zitten, die uit een familie van opticiens komen, gewoon helemaal hun ding kunnen doen. Niet hoeven wakker te liggen van hoe die markt volledig radicaal verandert en hoe die prijzen maar onder druk staan. Want zij doen hun ding en zelfs aan redelijk normale prijzen. Dus well done, Bidul. Ik ben very, very inspired and impressed. Fortnite. We gaan een potje gamen met Carrefour. Ik ben wel verrast en verbaasd. Carrefour zit bij mij niet in de hoek van de experimentation mindset. Misschien vergis ik me daarin. Misschien ken ik ze niet goed genoeg. Maar wat ik super cool vind, is dat zij die gamemarkt, wat eigenlijk een ongelooflijk rijke media-advertentiemarkt is, waar je op een hele interactieve manier kan gaan engagen met je community, eigenlijk hebben ingezet. En binnen Fortnite, een universum wat, ja, een hyperpopulaire game is van gamers van pakweg, ja, 8 jaar tot 88, maar toch vooral een grote concentratie jonge doelgroep, die ontdekken Carrefour op een heel andere interactieve manier. Carrefour heeft een wereld gebouwd waarin, ja, een beetje de supermarkt en de toekomst van de wereld, waar we het hebben over auto's op biogas, boerderijen aan de supermarkt, een hele groene, circulaire planeet. Helemaal in lijn met hun Act for Food verhaal. Het is ook dat Act for Food verhaal dat ze in een digitaal universum hebben vertaald. Ik ben zelf geen gamer en al zeker geen Fortnite gamer, dus ik heb het spel niet getest, maar ik ben benieuwd wat de Fortnite gamers die dit luisteren ervan vinden. Dikke chapeau Carrefour om samen met Publicis en Macamakes deze wereld te creëren en te tonen dat jullie wel echt super innovatief zijn. Bumble. Er passeert een bericht op mijn feed dat Bumble een horeca hospitality opendoet in New York, Bumble Brew. Nu, Bumble is een app om relaties te bouwen, dus niet een platte dating app. Nee, de purpose van Bumble is eigenlijk om relaties te bouwen in business, vriendschappen, effectief dating. En zowel online als offline een merk te zijn waarin dat ze dat proces faciliteren. Ik vind dat een mooie les voor retail. Hè. De fysieke locatie, de fysieke winkel blijft belangrijk. Zodra je maar helder hebt wat je purpose is en dat je een fysieke plek kan creëren waar mensen samenkomen om het over die purpose te hebben, die samen te beleven en dat je dat faciliteert, dat je een plek creëert waar dat je doet, waar dat je belooft. Ja, dat vind ik knap hoe Bumble dat hier doet. En het mooie is, je hoeft dat niet noodzakelijk zelf te doen. Ik denk dat er voor enorm veel merken een kans is om vandaag offline te gaan, om die plekken te creëren, maar dat ook niet altijd super evident is. En dat je daar partners voor nodig hebt. Ook hier weer schakelt Bumble de Delicious Hospitality Group in, die eigenlijk, ja, de know-how, de kennis rond de exploitatie van horeca enzovoort hebben, om dat te gaan faciliteren voor hen. Zij bedenken het concept, zij zetten de regels en zetten er een partner onder die het voor hen doet. Ecosysteem denken, partnership denken, fysieke locatie, community, top, top, top. Allemaal, ja, checkjes op mijn lijstje van waar je naar moet kijken als retailer om voor te blijven op de toekomst. Zo, Team Retail, dit was hem alweer. Drie interessante berichten in mijn feed. Volgende week slagen we een aflevering over. Ik geniet van een weekje vakantie. En Ruben, jij? Ja, ik ook. Ah, voilà, Ruben ook. Voilà, kijk, dan weten we dat ook wel al. Ik zou zeggen, tot snel, tot een volgende keer en tot een volgende Team Retail.